Like de video met de pink van je linkerhand. Ik daag je uit. Ik ben in Brookhaven, maar er is iets raars aan de hand. Er is hier namelijk een kooi met Siren Head erin. En oh my gosh, iemand heeft de kooi geopend. Waarom doe je dat? Siren Head is eigenlijk best wel langzaam. Maar dit is hoe Brookhaven er 5 jaar geleden uitzag. Tenminste, dat is wat er in de beschrijving van dit spel staat. En ik wil eigenlijk eerst even de huizen checken. Oké, het ziet er een beetje saai uit. Dat klinkt gemeen, maar vergeleken met hoe het nu in Brookhaven eruit ziet. Het is niet zo bijzonder. Oh my gosh, dit lijkt wel een nachtmerrie. Oké, we moeten Siren Head er weer in krijgen. Dus ik ga in de kooi staan. Ik laat Siren Head erin lopen en dan doe ik snel de kooi dicht. Oh nee, wacht, open en dicht. Yes, we hebben hem weer in de kooi. Oh, dat ging makkelijker dan ik dacht. Oh nee, iemand gaat op de knop drukken of niet? Alsjeblieft. Ja, iemand heeft erop gedrukt en nu is die weer vrij. En er is iedereen wordt ingemaakt. Oké. En vroeger was er dus een soort van boekenwinkel in Brookhaven. En er was een soort van pizzazaak. Dat is deze hier. En ik zie daar een fabriek die letterlijk fabriek heet. Dus wat er wordt gemaakt, dat weet ik niet. Misschien een fabriek waar fabrieken worden gemaakt. En wat hebben we hier? Oh, we kunnen ook nergens naar binnen. Oké, ik moet eerlijk zeggen, als Brookhaven er een paar jaar geleden echt zo uitzag, ben ik eigenlijk blij dat ik het toen nog niet kende. Want waarschijnlijk had ik het dan niet zo vaak gespeeld. Er is hier namelijk een restaurant en dan denk je leuk, maar als je dan naar binnen wil, denk je lukt niet. Ik vraag aan dit meisje, welk spel is leuker? Dit of Brookhaven? Oké, we gaan kijken wat ze antwoordt. Brookhaven. Helemaal mee eens, dus ik ga er vandoor. Maar ik heb dit spel gevonden, wat Sonic en Brookhaven in één zou zijn. Dus ik zie eruit als Sonic. Ik ben ook een stuk sneller. Maar wacht eens even. Wat? De grab pack voor 350 Robux? Let's go! Oké, volgens mij was dat geen slim idee. Wedden dat ik het niet krijg? Oh my gosh, error. Dat meen je niet. Dit is de reden waarom ik liever geen neppe Brookhaven spelletjes speel. Ze zijn vaak echt mega slecht. En als je dan iets wil hebben, dan krijg je het gewoon niet. En wacht eens even. We hebben hier de echte Sonic in een auto die de andere Sonics probeert in te maken. Laat me met rust, Sonic. Dit is Brookhaven. Oh man. Oké, misschien als ik afga. Ik ben nu af. Oh, wacht. Ik heb de grab pack wel gekregen. Oh, dat is zo gaaf. En wat kan ik ermee? Ik kan er letterlijk andere spelers mee aanvallen. Oké, ik moet zeggen, dat is wel heel cool. En ik ben de echte Sonic. Oh man, dat is zo cool. Oké, ik moet eerlijk zeggen, ik was net een beetje zo van, dit is een stom spel. Maar hey, het is een iets minder stom spel. Ik bedoel, ik ben Sonic, dus ik ben super snel. En ik heb de grab pack, waar ik eigenlijk helemaal niks mee kan. Het zou best wel gaaf zijn als je hiermee bijvoorbeeld een gebouw op kon klimmen. Maar dit is een neppe Brookhaven game. Maar er is nog één ding. En dat is dit spel. Dit is een soort van de tweeling van Brookhaven. Het is niet gemaakt door dezelfde maker, maar er staat in de beschrijving van het spel dat het Brookhaven is, maar dan beter. Oké, daar gaan wij achter komen. Laten we beginnen bij het eerste hier, en dat is de ijssalon. Ik bedoel, ik hou van ijs, dus laten we er een kijkje nemen. Oh, kijk! Je kunt hier letterlijk werken. En naast de ijssalon heb je de arcade. Dit is dus een plek waar je op al die soort van videogamekasten kunt spelen. Dat heb je trouwens in de echte Brookhaven ook. En dan hebben we hier, wacht eens even, is dit de peerwinkel. Dus in plaats van de Apple winkel waar je iPhones kunt kopen, kun je hier peerphones kopen. En een muismat kost $10.000. Dat is de duurste muismat ooit. Oké, vraag me niet waarom, maar ik heb besloten om een telefoon te kopen. Dus laten we er vandoor gaan. Nou, dan hebben we hier een soort van kleine speeltuin. Dan hebben we hier een soort van de daycare. Dus hier zouden baby's zijn. Maar kunnen we ook in auto's rijden? Oh, dat kan! Oké, ik moet zeggen, dat is wel heel gaaf. En als we hier dan uitstappen, hebben we denk ik een soort van koffiezaak. Oké, ik moet zeggen, ziet er best wel gezellig uit. Hier kan Brookhaven misschien nog wel wat van leren. Maar laten we naar buiten gaan. En ik stap de politieauto in. Want er is hier ook een burgerzaak. Laten we eens kijken wat daar is. Ik bedoel, ik denk burgers. Het is een burgerzaak. Ah ja, kijk. Hier zijn de broodjes en het frituurvet. Oké, ik heb 2 soorten burgers gevonden. Ik heb deze. Die is lekker. Maar ik heb deze net achter de balie gevonden. Oké, wat gebeurt er als ik die eet dan? Dan word ik letterlijk onzichtbaar. Waarschijnlijk was deze burger gewoon overdatum. Oeh, een zwembad. Oké, ik moet eerlijk toegeven. 3, 2, 1. Let's go! Dit zou best wel cool zijn om in Brookhaven te zien. Ik bedoel, Brookhaven heeft al een zwembad, maar geen binnenzwembad. En wacht eens even. No way! Je kunt zelfs een eigen huis kiezen in dit spel. Oké, ik moet zeggen, het huis ziet er wel een beetje leegjes uit. Vooral vergeleken met Brookhaven, waar het vol zit met allemaal geheime gangen en een kluis en al dat soort dingen. Maar het is wel echt mega groot. En we hebben hier letterlijk een taxi. Dus we hebben onze eerste baan. En je ziet letterlijk mijn meloenhanenkamp eruit komen. Hier hebben we ook nog een huis. Ik moet eerlijk zeggen, voor een neppe Brookhaven is dit best wel leuk. En wacht eens even. Ik weet niet of ik het goed zag, maar... Ah, kijk, hier hebben we het politiebureau. Maar zag ik daar nou een McDonald's? Is dit een McDonald's? Oh nee, wacht. Dit is denk ik het winkelcentrum. Brookhaven heeft ook een winkelcentrum, maar oh my gosh, dit is wel een McDonald's. En kijk wat een keuze we op de menukaart hebben. En dan kunnen we hier nog naar boven. Oh, dit is zo gaaf, een soort van studio. En dit is de bank. En no way. Er is hier zelfs een dierenwinkel. Of een dierenarts waarschijnlijk. Hier hebben we de kooien. Ah, en hier worden dieren geopereerd. En dan hebben we hier de duurste winkel. Namelijk de juwelier. Dus dit zijn allemaal
super dure diamanten. Zouden we die kunnen stelen? Nee, dat ga ik niet doen. En no way, ik werk hier nu. Maar als ik één baan zou mogen kiezen in deze Brookhaven 2 of neppe Brookhaven, dan denk ik dat ik wil gaan voor politieagent. We zitten hier in het politiebureau, maar zijn hier dan ook gevangenissen? Misschien als we naar boven gaan. Ja, kijk, hier heb je letterlijk de gevangenissen. Al moet ik zeggen, die in Brookhaven zien er wel wat beter beveiligd uit. Dus weet je wat we doen? We gaan naar het vliegveld en vliegen terug naar Brookhaven. Oh, wat is dit? Volgens mij is dit de school. Oh, dat is best wel cool. En hebben we hier dan een klaslokaal? Ja. Ik heb gezegd, oké, ga zitten. Oké, dit meisje gaat zitten. En ik zeg, wat is 10 plus 10? Ze zegt 20. Goed zo. En wacht eens even. Er is zelfs een supermarkt in deze namaak Brookhaven. En we hebben hier een mega grote ham. Een lekker stukje met kaas. Ik heb het ook allemaal niet afgerekend, hè. Maar het is zover. Wij gaan naar het vliegveld. Want mijn vliegtuig vertrekt over een paar minuten. Op naar Brookhaven. Oké, als het goed is, kan ik via hier het vliegtuig in. Ik hoop dat het werkt. Ja. Oh, nice. We zitten in het vliegtuig. En ik moet zeggen, dit vliegtuig is wel een heel stuk groter dan die in Brookhaven. En ik ben de piloot. En yes, we zijn weer geland in Brookhaven. En ook al vond ik de stad waar we net waren best wel cool, Brookhaven blijft toch mijn favoriet. Maar er is nog wat anders. Iets engers. En oh my gosh, is dat Bunso Bunny? Dit is zo raar. Dit is Mommy Longlegs speelgoed. Op het tafeltje in de span. Dus dit is letterlijk wat je krijgt als Poppy Playtime Brookhaven overneemt. Kijk, de handdoeken zijn van Poppy Playtime. Hier is reclame voor Poppy Playtime speelgoed. Hier hebben we zelfs Daisy, de bloem. En op het dak hebben we de speler. En Daisy nog een keer. Oh, dit is zo raar. En hier hebben we de Rocky Huggy Buddy. Dus deze winkel is letterlijk overgenomen door Huggy Wuggy. Alle kleding is van Mommy Longlegs en Kissy Missy. En niet waar. De school is overgenomen door PJ. Dat lijkt mij een best wel enge school. Ik bedoel, ik kan even een kijkje nemen. Wat hebben we hier? Niks. Wat hebben we hier? Oh, ik kan letterlijk niet naar boven. Hier hebben we een speler die echt gewoon super blij is. We hebben daar Candy Cat. En kijk dan, elke kleur Huggy Wuggy op het politiebureau. Maar wacht, nu ben ik extra benieuwd. Wat vinden we hier in het politiebureau? Oeh, kijk dan. Allemaal gevangenen. En we zien daar Kick Me Paul. Wat ook Poppy Playtime speelgoed is. Ik moet zeggen, ook al slaat dit nergens op. Dit is best wel goed gemaakt. Kijk maar. Zelfs bij de brandweer hebben we Poppy Playtime speelgoed. Namelijk Brawn, de dino. Dan hebben we hier de autowinkel. En daar staat heel random Robux. Robux? Wat bedoel je daarmee? Krijg ik Robux? Want dat wil ik wel. Wauw, het ziet er eigenlijk best wel hetzelfde uit. Wow. Moet je die billboard zien. Het enige Poppy Playtime speelgoed wat ik nog niet heb gezien is Huggy Wuggy zelf. Laat maar. Ik heb hem bij me. Oh, dat is zo leuk. Hier hebben we ook weer een mega Bunso. De supermarkt is nog steeds hetzelfde. Er is alleen een heleboel eten op. Door wie, oh wie, zou dat komen? En wow, moet je dit zien. Mommy Longlegs heeft het restaurant overgenomen. En er is... Dude, ik had niet eens gezien dat ze hier op de grond stond. Oh, dat is zo creepy. En natuurlijk, de Brookhaven Bank heet nu de Boogie Bank. En in plaats van een werknemer hebben we Boogiebot daar achter de kassa. Oh, dit is gewoon te gaaf. Abonneer voor meer en adios.